Roept u maar. 10? Moeten we 10 fietsen zien? Moeten we 100 fietsen zien? 1000? 2 miljoen? Nou, heel veel. Maar hoeveel is heel veel? Waarom mogen wij wel door rood fietsen, maar toeristen niet? De Universiteit van Nederland presenteert socioloog Dr. Gerben Moerman. Dank u wel. Waarom mogen wij wel door rood fietsen en toeristen niet? Ik zal het antwoord niet geven, dat mag niet bij de Universiteit van Nederland. Je moet wachten tot aan het eind. Maar ik heb wel mijn fiets meegenomen. Ik zit dagelijks op deze fiets. En dan fiets ik vanaf het Amstelstation of, als ik niet zo ver wil fietsen, vanaf het Centraal Station naar mijn werk. En dat is eigenlijk met gevaar voor eigen leven. Levenslink is het om in Amsterdam te fietsen. Buitenlandse auteurs schrijven over Amsterdam, ja, geweldige stad, maar een chaos in het verkeer. Een immense chaos. Niemand houdt zich aan de verkeersregels. Het is levensgevaarlijk. En, nou ja, ik zit er dagelijks in, met die kleine wiebelwieltjes. Het idee was eigenlijk dat ik hier het podium op zou kunnen komen fietsen. Nou, dat lukt natuurlijk niet met zo'n fiets. Levensgevaarlijk. En dat vinden niet alleen buitenlandse auteurs, dat vindt ook de gemeente. Terecht halen ze alle paaltjes weg, of ze zetten er lampjes op nu in Amsterdam. Maar ze hebben een aantal jaar geleden, in 2011, een groot symposium gehouden over fietsen. En fietsen in Amsterdam en het gevaar van fietsen in Amsterdam. En twee mensen hebben een filmpje gemaakt. Dat is een filmpje van 5 minuten. En dat is een filmpje van het Meester Visserplein, wat hier 200 meter vandaan is. En waar mensen aan het oversteken zijn. Typisch Amsterdamse avondspits. Zo'n spits waar ik dagelijks in fiets. En ik wil graag jullie uitnodigen om eens met mij mee te kijken. Kijk goed en mee te analyseren wat hier nou eigenlijk gebeurt. En ik zal het straks ook aan u vragen. Dus let op, zou ik zeggen. Kom maar op. We zien hier dat Meester Visserplein. En wat zien we? Die wandelt daar op zijn gemakje. Die auto staat daar, mag daar niet staan. Kijk, deze fietser denkt, ik ga alvast. En kijk, deze mensen denken, wij lopen ook alvast. En wij ook. En kijk, deze gaat hier binnen door. Hier komen er twee aan, die komen van daar en die gaan hier. Bijna botsing. Gaat net goed. En er gebeurt van alles nog. Wat hebben we hier? Er is één wezen wat zich houdt aan de verkeersregels. Dit is een duif. Die duif wacht netjes totdat het licht groen is, steekt dan over en komt keurig aan. En je ziet het, we hebben het ietsje ingekort, want we konden niet 2 minuten of 5 minuten naar zo'n filmpje kijken. Maar dit laat een typisch beeld zien van het verkeer in Amsterdam. Fietsers in Amsterdam. Als je links moet en de kortste weg is schuin, dan ga je schuin. Chaos. Dit filmpje hebben ze laten zien op dit symposium en gezegd, hoe kunnen we hier nou ooit beleid op maken? Dit kan toch niet? We zetten daar een geweldig net stoplicht neer, wat heel mooi afgesteld is. En wat doet iedereen? Iedereen racht er gewoon doorheen. Schuin over het zebrapad, automobilisten doen raar. Wat gebeurt hier? Wat zegt dit eigenlijk over fietsen in Amsterdam? Ik had beloofd jullie een vraag te stellen. Wat zegt dit eigenlijk over fietsen in Amsterdam? Levensgevaarlijk. Daar komen we zo op terug. Iemand zegt, het gaat eigenlijk best goed. Het mooie anarchisme hoor ik. Chaos. Amsterdam. Typisch Amsterdams. Wat doen we? Als we redeneren, als we naar dit kijken. We zien, nou ja, hier dan die duif. Maar we zagen net al die fietsers met die ringetjes eromheen. Al die mensen die overstaken met die ringetjes eromheen. We kijken ernaar en zien één fietser die zich niet aan de verkeersregels houdt. We zien een tweede fietser die zich niet aan de verkeersregels houdt. We zien een derde fietser die zich niet aan de verkeersregels houdt. Een vierde, een vijfde, enzovoort. En we gaan concluderen. We concluderen, verrek. Fietsers in Amsterdam,
zijn idioten, houden zich niet aan de verkeersregels. Dat is de uitkomst. En die manier van redeneren noemen we inductie. Dat is geen kookplaat dus, ja dat is het ook, maar in de sociale wetenschappen, of in de wetenschappen wordt het vaak gebruikt om een manier van redeneren uit te leggen. Namelijk van specifieke observaties, één voor één, naar een algemeen geldende regel. Fietsers in Amsterdam houden zich niet aan verkeersregels. Heel voorzichtig zit hier iemand vooraan nee te schudden. En dat is heel goed. Want het is een beetje een naïeve manier van redeneren. Waarom is het naïef? Ik wees daarnet bij het filmpje op de gevallen die gek deden. Ik verifieerde alleen. Verdikke me, dat hadden we net toch geleerd. Bij Paul is dead. Verificatie. Alleen verificatie is niet goed. Dat noemen we confirmation bias. Ik heb zo'n jasje, ik heb hem al 3 keer op straat gezien. Je hebt een nieuwe fiets en je ziet, verdikke me, iedereen met die nieuwe fiets rijden. Je hebt een nieuw mobieltje en iedereen heeft zo'n ding. Dat noemen we confirmation bias. Waarom? Omdat je erop gericht bent. Je bent gespitst op het levensgevaarlijke verkeer in Amsterdam. Ik heb jullie eerst iets verteld en daarna zijn jullie met z'n allen, nou ja, niet allemaal, een aantal van jullie, er toch een beetje ingestonken. Mee gaan redeneren. Case 1, case 2, geval 1, geval 2, geval 3, geval 4. Met z'n allen betekent dat, er is een algemene regel. Dat is het tweede probleem. En dat probleem noemen we het inductieprobleem. Dat is een klassiek probleem. Namelijk, hoeveel fietsers hebben we nodig om te concluderen dat fietsers in Amsterdam zich niet aan de regels houden? Roept u maar. 10? In dit filmpje veel? Heel veel? Ja, maar wat is heel veel? Moeten we 10 fietsers zien? Moeten we 100 fietsers zien? 1000? 2 miljoen? Nou, heel veel. Maar hoeveel is heel veel? Een paar honderd. En dan zeggen we, er was een wetenschapsfilosoof en die zei, hoeveel witte zwanen moeten we zien om te zeggen dat alle zwanen wit zijn? Dan moet je ze allemaal zien. Hoeveel zwarte zwanen moeten we zien om te zeggen dat niet alle zwanen wit zijn? Juist. En dat is het punt. Inductie. Het inductieprobleem is, wanneer je gaat verifiëren, blijf je verifiëren. En kun je blijven verifiëren tot je een ons weegt. Je hebt maar 1 tegenbewijs nodig, 1 falsificatie nodig, om te zeggen, verrek, ik had niet helemaal gelijk. Hoeveel mensen stopten er wel voor het rode stoplicht? Meer dan 1. Veel meer dan 1. Ik durf te zeggen 95%. Ik ging er een beetje voor staan zo. Maar het waren er echt veel meer. Dus dat inductieprobleem, 1 van de oplossingen is, ga niet zoeken naar verificatie, maar ga zoeken naar falsificatie. Naar tegenbewijs. Naar waar klopt het niet? De andere oplossing is, gebruik statistiek. Zeg 5%, 10%, doe eens gek, 40%, of wat dan ook. Maar dan moet je precies gaan meten, dan moet je gaan tellen, en dan moet je gaan kijken, statistiek gebruiken. Vraag het Maurice de Hond. Steekproeftheorie heet dat. Zou die dat maar iets meer gebruiken? Sorry. Knippen we er wel uit. De derde truc is een hele klassieke truc. En dat is de truc om analytische inductie te gebruiken. Dus wel inductie, maar op een net iets aangepaste manier. Hoe doe je dat? Nou, je specificeert de uitkomst. Min of meer zoals we dat net deden. Amsterdams fietsverkeer is een chaos. Nou, dat zien we, dat valt op, dat is iets geks. Amsterdams fietsverkeer is een chaos. Je gaat kijken, je ziet case 1, case 2, geval 1, geval 2, geval 3, geval 4, 5. Al die mensen die door dat rode stoplicht rijden. Maar dan formuleer je een hypothese. En dan zeg je van nou, Amsterdamse fietsers, een deel van de Amsterdamse fietsers, we hebben iets geleerd, een deel van de Amsterdamse fietsers houdt zich niet aan de verkeersregels. Maar dan doet de analytische inductie iets briljants. Want dan ga je kijken naar de mensen die het allerslechtste fietsen van allemaal. De deviant cases. De mensen waarbij chaos immense chaos is. Namelijk, heel goed, de toeristen. Ik wil graag een kort filmpje zien over toeristen. I don't think it's dangerous.
cycling. Maybe, because we don't know the rules here. But we will learn them today. Onverschrokken stapt de toerist weer op de fiets. Dit soms tot grote wanhoop van de Amsterdammer. Want ze treuzelen, kennen de verkeersregels niet en zijn helemaal niet gewend om te fietsen. Hello, it's red. The light was red. Yes? Yes. Was the light red? Yeah. Oh, we haven't noticed. De Amsterdammer ergert zich groen en geel aan de toeristen op de huurfietsen. Iets wat ze duidelijk laten merken. Fucking toeristen. I understand. Gelukkig begrijpt die toerist het. Maar wat leren toeristen ons? Nou, in ieder geval, in het filmpje zeggen ze twee dingen. Namelijk, ten eerste, ze letten niet op. Hij fietst door rood. Ik had het niet gezien. En het tweede zegt hij, ik ken de regels niet. Dat zegt hij in dat allereerste shot. Dat is raar, hè? Want rood is volgens mij vrij algemeen stoppen. Maar wat leert dit filmpje ons nu? Behalve de verklaringen die hij zelf geeft. Nou, als je kijkt naar wat toeristen doen op de fiets, dan doen ze inderdaad iets waarvan wij hebben afgesproken, dat doe je niet op de fiets. Namelijk treuzelen. Als je fietst, fiets je. En anders krijg je in Amsterdam pannenkoek naar je hoofd gesmeerd, gegooid. Dan, je moet doorfietsen. Een beetje tempo. Niet dat langs. Dat is één van de regels. Niet treuzelen. Maar staat dat ergens in het wetboek voor verkeersregeltjes? Nee. Ja, op de snelweg, maar niet op de fiets. En wat doen die Amsterdam, wat doen die toeristen nog meer niet? Het allerbelangrijkste in het verkeer. Opletten. En het grappige is, het interessante is, dat misschien die Amsterdamse anarchisten, die chaoten, dat wel doen. Laten we nog maar eens een keer naar een ander fragment van dat filmpje van daarnet kijken. Het is een kort deeltje. En we weten nu dat de meeste mensen keurig stoppen. Maar we gaan even kijken wat er gebeurt bij de mensen die niet stoppen. Die doorrijden, die iets doen wat tegen de verkeersregels ingaat. We beginnen bij de duif. Dat was een bekend startpunt. Wat zien we? Het gaat eigenlijk best goed. Keurig staan ze, wachten ze even. Nou, dan gaat hier iemand een beetje schuin oversteken. Gaat dat mis? Nou, dat gaat prima. Deze mensen staken even over. Hier zo. Dit is gevaarlijk. Wat doet hij? De twee doodzondes die toeristen ons leren. Treuzelen en niet opletten. Wat doen wij in het verkeer? En waarom mogen wij nou af en toe wel door het rode stoplicht rijden en juist toeristen niet? Wij houden ons aan veel meer regels dan alleen de verkeersregels. Juist de mensen die door het rode stoplicht rijden. Vaak weet je een beetje hoe die stoplichten werken. Dat is één. Dat is misschien ervaring. Twee is opletten. Drie is een heel belangrijk sociologisch begrip, namelijk interacteren. Je kijkt naar iemand anders. Je kijkt in de ogen. Je kijkt naar het stuur. En let maar op, als je straks gaat fietsen, iemand hoeft zijn hand niet uit te steken. Want je ziet het aan de beweging. Maar wat doet een toerist? Die doet het niet rustig of die kwakt in één keer om. Bam! Je ziet aan iemand, die ziet dat het nog wel precies gaat door het rode stoplicht. Wij zijn het gewend. We hebben met z'n allen, behalve die verkeersregels, hebben we nog een set van andere regels. Informele regels. Niet uitgeschreven. Het was ook lastig voor mij om ze eruit te filteren. Wij hebben de regels van de common sense. En dat is wat sociologen vaak onderzoeken. Wat doen mensen in real life? Hoe gebruiken zij common sense? Hebben toeristen dan geen common sense? Nou, niet op dit vlak. En die analytische inductie, die gebruikt dus zo'n gek geval. Net als dat ik het gekke geval van die toerist op de fiets gebruikte. En dat gekke geval leert ons iets. Namelijk dat we onze uitkomst en onze hypothese misschien moeten herformuleren.
Namelijk dat die Amsterdamse fietsers, in tegenstelling tot wat de gemeente met dat symposium zei, geen complete ongeorganiseerde chaos is. Nee, het is een zeer georganiseerde chaos. Het lastige is alleen dat die regels zo onbeschreven zijn. Maar misschien is dat ook wel het mooie. Mensen interpreteren die verkeersregels en maken er collectief iets nieuws van. Informele regeltjes. We hebben vanuit enkelvoudige gevallen geobserveerd. Een regel geformuleerd, die regel aangepast, de hypothese aangepast. Op basis van die toeristen. Weten we het dan zeker? Heb ik het dan hierbij hard gemaakt? Nog niet helemaal. Het beste zou zijn als we dit zouden gaan testen in een experiment. En over experimenten ga ik in het volgende college iets vertellen. Dank u wel.